morgen, middag, avond. Wanneer is het? Het is nu voor mij nog ochtend, zondagmorgen. Dan moet mijn man het filmpje nog in elkaar zetten en dan moet die geüpload worden en zo. Dan moet gecontroleerd worden of dat alles goed is. Dus misschien is het pas avond als jullie dit voor het eerst zien. En misschien kijken jullie over 26 weken pas. Geen idee. Ik kan het me niet voorstellen, want we gaan zo meteen loterij doen. Ik heb hiernaast heb ik een hoge hoed staan met allemaal namen. Heb ik lotjes van gemaakt en zo. En gaan we zo meteen doen. Maar als eerste wil ik jullie vertellen. Het was moederdag geweest, hè? 2 weken terug. 3 weken terug alweer. 8 mei was het moederdag. En toen heb ik een ongelooflijk fantastisch, niet te beschrijven voor mij, mooi cadeau gekregen. Daar heb ik nog niks over gezegd, want dat was ook voor jullie een verrassing. Ik heb een nieuw logo gehad. Mijn oudste stiefzoon is grafisch ontwerper, als ik het goed zeg. Hij doet iets met computers en plaatjes. Echt, dat is allemaal technisch, daar moet je niet bij mij voor zijn. Maar hij heeft echt een fantastisch logo ontworpen. Speciaal voor Vonnis Creaties. En ja, ik heb het er met mijn jongen over gehad natuurlijk van de week. Want ja, wat kan ik zeggen? Ik vond het echt heel moeilijk om het aan mijn jongen te vertellen. Dat er een nieuw logo komt. Maar mijn jong is zo'n fantastisch mens. Weet je wat ze zei? Oké, maak ik een nieuwe. Nou, kun je het je voorstellen? Ze heeft echt zoveel tijd gestoken in deze deken. En ik vond het zo erg om aan haar te vertellen van ja, nou komt er een nieuw logo. Jij hebt je deken af. Je hebt hem aan mij gegeven. Je hebt er zoveel tijd en moeite en geld in gestoken. En nou komt er een nieuw logo. En dan reageert ze, nou maak ik toch een nieuwe? Nou, dit is echt, mijn jong, je bent ongelooflijk fantastisch. Echt waar, onze granny haakster, onze granny koningin. Die gaat er nog één maken. Maar totdat die klaar is, blijft deze hangen hoor. Dit logo, dit deken, deze deken, die blijft gewoon hangen totdat Mion de volgende klaar heeft. Oh, dat klinkt zo gek. Nee, je snapt al wat ik bedoel, toch? Gewoon echt fantastisch. Ongelooflijk. Maar als je nou goed kijkt, dan zie je hier in beeld, even kijken, daar ergens, als ik het goed heb, zie je dus dat oude logo staan, hè? En dat wordt dus vervangen. Dan wie gaat hij uit beeld. En dan wordt het vervangen door een nieuw logo. Ik zit in spiegelbeeld. Door een nieuw logo. En dat is dan wat ik gekregen heb voor Moederdag. Van Tim. Tim, heel erg, heel erg dankjewel. Geweldig. Dus ja, staat hij er al, Wiebe? Heb je dat gedaan? Zo? Ja, hè? Ga ik verder met de loterij? Want ja, dat zouden we ook doen deze week, hè? Een loterij. 2 weken geleden vertelde ik dat we met z'n 10.000 zijn hier op YouTube. En 4.500 mensen op Facebook. Allemaal vrienden en vriendinnen. Geweldig. Dus ik vond, ik ga weer een weggeefactie doen. Nou heb ik dus 1 Vonnis Creaties tas. Daar heb ik er nog 1 van. Met het oude logo. Dus daar moet je heel zuinig op zijn. Die komt nooit weer. Er bestaan er 2 van. De eerste heb ik weggegeven in mijn eerste weggeefactie. De tweede geef ik vandaag weg. En ik ga hem vullen met van allerlei spullen. Ik heb hier een plastic tas naast me staan. En daarin heb ik van alle handen bolle wol in zitten. Van alles wat. Gewoon door elkaar. Er zit allemaal bolle wol in. Zo. Maar ook als ik dit er nou even uitgooi zo. Hoor. Want het zijn er echt best wel veel, vind ik. Zie je, ik graai en ik graai en ik graai. En er komt nog steeds meer wol uit. Allemaal. En dan heb ik hier onderin, heb ik Estelle hebben dingen. Die ik zelf heel erg leuk en handig en, nou ja, geweldig vind. Wat heb ik? Ik heb zo'n beugeltje.
voor een klein portemonneetje, klein tasje, een setje naainaalden, strikjes, uilenknoopjes, aluminium draad. Dat kun je gebruiken voor bloemstelen, voor raamhangers. Daar komt ook een tutorial van hoor, van zo'n mandala raamhanger. Daar kun je dit voor gebruiken. Een setje met knoopjes en kraaltjes. De meest gebruikte haaknaalden, 4 en 5 mm. Nou, dat ga ik allemaal in een tas stoppen. Maar omdat er dus zoveel namen in mijn hoge hoed zitten. Kijk, kijk, kan je het zien? Zo zitten ze erin, allemaal namen. Het zijn er 240. Ik heb ze geteld. 240 mensen die meedoen aan de loterij. En ik zit nu te graaien zo, hè? Even zo, gewoon zo, een beetje te husselen. Omdat er dus zoveel mensen meedoen, ga ik 3 namen trekken. Ik had gezegd 1, maar ik doe er 3. En dan, wat ik net allemaal liet zien, die spulletjes die nu hier, kijk hoor, daar onderin, naast me liggen. Beetje voor mijn voeten, voordat ik weer struikel, ik leg het opzij. Ik ga dat verdelen over 3 pakketjes. Er kan maar 1 persoon, die kan maar die tas krijgen. Maar de andere 2, dat komt ook wel goed hoor. Misschien dat ik er nog wat spulletjes bij doe. Dat ik denk van, nou het is toch wel een beetje weinig en ik heb zin om te shoppen en zo. Dus doe ik er nog wat bij. Als jouw naam getrokken wordt, stuur mij dan een mail op vonniscreaties@gmail.com. Gewoon het bekende e-mailadres. Zet daarin je naam en je adresgegevens. Dan stuur ik het pakketje zo snel mogelijk naar je toe. Maar omdat ik dus andere weggeveracties heb gezien op YouTube, waarbij mensen dus niet reageren binnen een bepaalde tijd, ja, dat zou zonde zijn, want dan heb ik een pakketje klaar liggen en niemand reageert om hem te houden, te ontvangen, zeg maar. Dus deze lotjes die hierin zitten, alle namen, die bewaar ik 1 week. Als ik volgende week zaterdag geen bericht heb gehad van de 3 namen die ik hier trek, dan voor iedere naam waar ik op zaterdag, volgende week zaterdag, geen bericht van heb gehad, trek ik zondag een nieuwe naam. Dus deze lotjes, die bewaar ik. Dat komt helemaal goed. Zodat die 3 pakketjes ook echt verstuurd gaan worden. Want dat vind ik dus natuurlijk het allerleukste. Vorige keer was het hartstikke goed gegaan. Was maar 1 naam en die mevrouw reageerde gelijk. Dat was echt fantastisch. Maar in geval dat, je weet maar nooit dat ik niet nog een keer al die namen, het zijn 240 namen die ik heb overgeschreven, op papiertjes heb gezet, papiertjes geknipt, papiertjes gevouwen, allemaal in de hoed ga ik niet nog een keer doen. Dus ik bewaar ze netjes. En ja, ik was die namen aan het opschrijven en toen zei mijn jongste stiefdochter, Von, weet je wel dat ze daar ook programmaatjes voor hebben? Op de computer. Ja, dat weet ik wel, maar ja, Von is Von, die is eigenwijs en ouderwets af en toe. En ik wil het gewoon leuk doen. Niet zo op een knopje drukken en dat er dan een naam tevoorschijn komt uit een loterijmolen op een computer. Vind ik niet leuk. Vind dit veel leuker en dat is ook veel spannender. Mijn hoge hoed, gevuld met namen. En ik ga de eerste trekken. En de eerste naam, die krijgt de tas met spulletjes erin. En de andere 2 die krijgen gewoon een pakketje met leuke spulletjes zonder tas. Want ik heb er inderdaad echt nog maar 1. Maar dat had ik al gezegd. Ik ben een beetje zenuwachtig. Heb je het in de gaten? Het is voor jullie, maar ik ben zenuwachtig. Nou, daar gaat hij. Kijk, ik zal het in beeld doen. Zo, ik hussel ze zo door elkaar. Zo. En ik pak er gewoon 1. Ik kijk niet. 1 naam. Dit is 1 lotje. En die naam die krijgt de tas. Nou, wie is het? Kan ik het lezen? Joke Schuurman Nagel. Joke, jij krijgt het pakketje met de tas. Joke Schuurman Nagel. Als je me nou mailt, waar is mijn tas? Hier, kijk, ik doe jouw naam in die tas.
dan weet ik zeker van, dat was mijn eerste lotje, Joke Schuurman Nagel. Jij krijgt de oude logotas. De tweede die er bestaat en er komt nooit een andere voor. Die is voor jou, met daarin allemaal spulletjes, hè? Wol en hebben dingetjes. En ik ga hem gewoon gezellig vullen, komt helemaal goed. Stuur mij jouw adres op Yvonne's, op vonnescreaties@gmail.com. Nou, ik heet Yvonne, hè, maar vonnescreaties@gmail.com. En dan komt de tas zo snel mogelijk naar je toe. Nou, de tweede naam. Woehoe, dit is zo leuk. Ik vind weggeven zo leuk. Even goed ook onderin hussel, dat iedereen een kans maakt. En ik pak er weer een. De tweede naam. Eén lotje. Petra Popma. Petra Popma krijgt van mij een pakketje. Ha, geweldig. Ik ken Petra niet, ik ken Joke ook niet. Dus het is allemaal random. Echt waar. Jij krijgt ook een pakketje van mij. Neem contact op, stuur me je adresgegevens. En ik bewaar jouw lotje daar, zodat ik weet. Jij krijgt ook. En dan de laatste. Oeh, tromgeroffel. Ik zit nog steeds te roeren, hè? Gewoon om het spannend te maken. Ook voor mezelf. Ik heb er een. Laat eens kijken. Annelies Venema Veldman. Annelies, jouw naam komt me heel bekend voor. Jij bent heel actief op Facebook volgens mij. Annelies Venema Veldman. Jij krijgt ook een pakketje. Jouw naam bewaar ik ook. Zo, nummer 2. Nummer 3. Eén was de tas, dat was Joke. En nummer 2 was Petra. En nummer 3 is Annelies. Nou, deze namen in de hoed, die bewaar ik. Want stel je voor dat een van die drie mensen niet voor zaterdag contact opnemen via Gmail. Dan trek ik gewoon een nieuw loodje volgende week in het volgende vlog. En wie weet. Maar dat is afwachten. Daar kan ik helemaal niks over. Dat ligt aan Joke, Petra en Annelies. Dus jongens, jullie heel hartelijk gefeliciteerd. Ik vond het ontzettend leuk om te doen. Echt waar. Iedereen die nog in de hoed zit, ja, die heeft dus nog een kleine kans. Heel klein, want ja, stel je voor dat, wat ik net zei. Maar er komt vast wel weer een nieuwe weggeefactie. Ik vind het zo leuk. Ik ga gewoon weer geld overhouden van al die reclames. En dan kan ik het weer doen. Ik vind het zo leuk. Dus deze bewaar ik. Zo. Daar gebeurt niks meer mee. Komt op een veilig plekje te staan, dat er niks meer kan gebeuren. En dan pak ik nu even mijn opschrijfblokken bij. Want ik vond het allemaal weer zo spannend. Dat ik dacht van, nou ja, ik ga weer alles vergeten. Dus ik heb het weer opgeschreven. En als eerste stond mijn nieuwe logo. Nou, dat heb ik verteld, hè. Die staat in beeld. De tweede was de loterij met 240 deelnemers. Heb ik ook gedaan. En toen heb ik een lijstje gewoon gemaakt zo van, kijk dit, gewoon hieronder. Een lijstje van wat wil ik allemaal nog benoemen in dit vlog. Volgens mij wordt het een chaotisch vlog met alles door elkaar, maar het komt helemaal goed. Echt waar. Vanmorgen was mijn koffiezetapparaat kapot. Oh, ik baalde. Echt waar. Hij pruttelde vanaf het begin, zo net alsof hij klaar was, weet je wel. En toen gaf hij piep, 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 dat hij klaar was. En ik ga kijken, geen koffie. Dus ik mijn man uit bed gerukt van, joh, koffiezetapparaat doet het niet. Dus het heeft anderhalf uur geduurd voordat ik koffie had. En, nou ja, dat doet er helemaal niet toe. Het is helemaal niet belangrijk. Wat had ik opgeschreven? Ja, ik kreeg in mijn vlog waar je verzoekjes kon indienen deze maand, de eerste van mei, kreeg ik een verzoekje waar ik heel makkelijk aan kan voldoen. Of ik weer een keer een vraag en antwoord wil doen. Een Q&A. Nou, heel simpel. Onder dit vlog, hieronder in de reacties, schrijf daarin je vragen. En in het volgend vlog, dan maak ik geen apart vraag en antwoord vlog, maar dat doe ik dan gewoon volgende week in mijn vlog. Dan ga ik ze beantwoorden. Is alleen één ding. Vraag niet om patronen. Vraag niet om het aanpassen van patronen. Vraag niet over hoeveelheden. Wol, garens, noem maar op. Geen aanvragen om dingen te haken, want dat kan in het eerste vlog van de maand. Gewoon
Snap je? Dingen waar ik antwoord op kan geven. Dat vind ik leuk. Daar kan ik aan voldoen. Ik kreeg van de week weer een hele hoop privévragen over mensen, van mensen, over aanpassen van patronen en zo. En ik kan het gewoon echt niet. Ik weet het niet. Ik zou het dan eerst zelf uit moeten proberen om antwoord te kunnen geven op zo'n vraag. En daar ontbreekt me de tijd voor. Dat kan ik gewoon echt niet meer doen. Dat lukt gewoon niet. Dus als je dat voor volgende week vraagt, dus hier even goed neerleggen dat hij niet weer voelt. Dus hieronder in de reactie zet daar je vraag neer. En dan volgende week geef ik antwoord. Bijvoorbeeld een vraag van Olaf. Bij het vorige vlog, toen ik mijn hele mooie, supergave haaknaalden liet zien. Zo'n soort vraag kun je stellen. Van, durf je wel te haken met die dure haaknaalden? Nou, Olaf, ja, thuis. Het bewaardoosje naast me, zodat als ik niet haak, dat ik mijn haaknaald gelijk weer in het doosje stop. Dat ik er niet kwijtraak, want ja, jullie kennen me zonderhand. Ik ben chaotisch en geraakt allemaal in de war en kwijt en noem maar op. Dus ik bewaar ze heel keurig. En als ik wegga, dus vorige week dat ik naar Amsterdam ga, dan neem ik andere haaknaalden mee. Ik had van Mioen zo'n tasje gekregen, weet je wel. Zo'n haakset bewaartasje, waarbij je zo'n hele set in stopt. Nou, ze had hem helemaal compleet gevuld en die had ik meegenomen naar Amsterdam. Dat ging geweldig, want ook daar kon ik. Ik heb gewoon bij mijn zoon op tafel het papje neergelegd en een haaknaald uitgepakt. En als ik klaar was, netjes weer teruggestopt. Maar ik vond het zo'n risico om die dure mee te nemen, dus dat had ik niet gedaan. Maar ik durf er echt mee te haken hoor. En man, fantastisch. Ik zag op Facebook van Mioen en ik meen van Fien. Dat weet ik niet zeker meer, Fien, maar van Mioen. Mioen weet ik zeker. Dat ze die haaknaalden ook bestelden. Nou, ja, een aanrader. Het doosje vind ik niet zo geweldig. Want ja, ik doe hem dus iedere keer open om mijn haaknaald weer in en uit te halen en zo. En het doosje, dat slijt. Maar de haaknaalden, echt super. Echt waar. Maar wel duur voor een paar haaknaalden. Dus ja, het is echt een super cadeau geweest van jullie voor mij. Dat was het verzoek van vraag en antwoord. En een voorbeeld van een vraag van Olaf. Nou, zo'n soort vragen, weet je wel, van hoeveel wol heb je liggen? En ben je van plan om binnenkort nog andere wol te gaan kopen? En haak je veel met dure wol? Of vind je goedkope wol prettiger? Of, nou ja, zulke soort dingen. Maar ook, je mag ook vragen, wat was bij de vorige vraag en antwoord? Van, wanneer doe je nou één losse aan het begin? En wanneer twee? En wanneer drie? En zulke soort vragen, daar kan ik beantwoorden. Tenminste, daar doe ik mijn best op. Dus kijk maar wat je ervan maakt. Misschien komen er 3 vragen, misschien komen er 25 vragen. Ik heb geen idee. Doe maar wat. Volg me, doe maar wat. Dat is altijd goed. Nou ja, niet altijd vragen of patronen, wat ik net zei. Daar kan ik gewoon echt geen antwoord op geven. Wat heb ik als volgende opgeschreven? Oh ja, ik ben bezig met een zomersjaaltje. Echt super gaaf. Ik heb zo'n katoenbol van het kruidvat, zo dat verloop katoen, weet je wel, zo'n hele grote megabol. En hartstikke, ik snap niet hoe ze erop komen. Op het label staat dat je met haaknaald nummer 5 moet haken. Nou kan ik best wel haken. En ik kan dun garen haken met een dikke haaknaald. Maar dat katoen met nummer 5, dat is geen doen. Echt niet, dan ben je, nou ja, zo lang bezig om 1 steek te haken, om die gelijk te krijgen met je vorige steek, omdat je dus zoveel ruimte hebt in je haaknaald met dat dunne katoen. Dat is geen doen. Dus ik ben hem aan het haken met haaknaald nummer 3. Dan wordt hij ook ruim, maar wel prachtig. En het is een heidenskarwei, die sjaal. Maar hij wordt zo mooi, dus daar komt een tutorial van. Het is een bestaand patroon wat ik aan het aanpassen ben, zodat ik er een tutorial van kan maken. En ik maak hem zo, zodat je hem ook met dikke garen kan doen voor van de winter. Dat je een wintersjaal hebt, want echt, hij is super. Dat ga ik doen. Maar doordat de buren hiernaast aan het verbouwen zijn en af en toe zoveel lawaai maken dat ik er echt niet meer te overheen kan komen tijdens het filmen. Dan moet ik gaan zitten schreeuwen om me verstaanbaar te maken. Hebben jullie dus de afgelopen week nauwelijks tutorials gehad?
En komende week vrees ik dat dat hetzelfde wordt. Ze moeten nog een klein beetje heel veel herrie maken. En dan valt het wel weer mee. Ze hebben van de week hebben ze muren uitgebroken, tegelvloeren verwijderd. En ik meen dat ze volgende week sleuven gaan frezen voor vloerverwarming. En nou ja, in een rijtjeshuis. En wij wonen er recht naast, dus je kunt je voorstellen hoeveel herrie of dat het is. En als ze dat die dag gaan doen, ik meen dat ze dat dinsdag gaan doen. Als ze dat gaan doen en ik word echt knettergek, dan ga ik, neem ik de bus, ga ik naar Leeuwarden, ga ik shoppen. Echt waar. Want ja, dit is gewoon niet vol te houden. Echt niet. Maar filmen gaat hem dus al helemaal niet. Dus ik ben wel aan het haken met dingen voor mezelf waar ik tutorials van ga maken. Maar dat komt dus allemaal nog. Die jurk is gelukkig klaar. Jullie hebben hem gezien. Het is een mega tutorial geworden. Echt. Iedereen die hem afkijkt, mijn complimenten. Ik hoop ook dat je die jurk dan ook echt gaat maken. Want ja, ik vind hem zelf prachtig. Het is er op dit moment het weer niet voor. Nou ben ik voor mezelf een vest aan het haken. Voor eroverheen. Ook in blauw tinten. Met alpaca. Heel pluizig. Heb ik op de kop getikt van een vriendin. Het lukte haar niet om met dat hele pluizige garen te haken. En ja, mij lukt het wel. Dus ik heb het van haar overgenomen. En oh, geweldig. Dus die komt ook nog. Ik maak dezelfde. Dat het niet weer een nieuwe tutorial wordt. Want dat hoeft helemaal niet. Want het is hetzelfde vest wat ik maak als het granny vest. Die ik met Fenna heb gemaakt. Die hele grote vierkant. Dubbelvouwen. Mouwen dichtnaaien. Boord eraan. Klaar. Die tutorial die maak ik nu met dat pluizige. En als die af is, dan trek ik hem echt wel aan in een vlog. Zodat je kunt zien hoe die geworden is. Misschien wel met die mooie jurk eronder. Want ja, die is koud. En dan dat vest erover. Dan kan het weer wel. Dus dat komt allemaal nog. Maar dat ben ik dus aan het doen. En ik ga beginnen. Eindelijk, nu de jurk af is. Dat was een heel groot project. Dan ga ik nu eindelijk beginnen met dat vest met een V-hals en raglan mouwen. Waar ik die Katia wol voor gekocht had, weet je wel. Die andere dure wol. Had ik gezegd van, ik maak dat vest met die dure wol. En dan voor de tutorial maak ik hem met goedkope bollen. Van Zeeman, Action, weet nog niet. Wat ik heb liggen. En dan maak ik daar de tutorial van. En dan kunnen jullie het verschil zien. Dat je echt met dure wol en goedkope wol hetzelfde kan maken. Maar ja, dat je dan een heel ander effect krijgt. En dan kun je kiezen wat je doet. Koop je hele dure wol of doe je het met de goedkope wol. En krijg je een net zo mooi vest, alleen dan ja, anders. Dus daar kan ik van de week mee gaan beginnen. Dan als de herrie voorbij is, kan ik filmen. En dan gewoon beneden, als ze lawaai maken, kan ik stukjes haken wat niet gefilmd hoeft te worden. En dan hoop ik dat dat vest ook snel af is. Maar ja, het meeste is dus afhankelijk van de buren, van het lawaai, van de overlast. Of ik kan filmen of niet. Als ik een stuk moet filmen en het lukt niet met de herrie, ja, dan kan ik er ook niet beneden verder aan haken. Wat niet gefilmd hoeft te worden. Maar ja, dat snap je dan wel, hè. Dus ja, dat komt ook. En dat was ook de reden dat er weinig tutorials waren de afgelopen weken. Nou, dan heb ik verder nog ideeën heb ik gekregen. Want Evelien stuurde mij een foto van een krans die ze had gehaakt. Met daarop hele mooie rozen. Zo prachtig. En toen dacht ik, hé, maar een krans maken met rozen erop. Dat kan iedereen wel, hè. Als je een krans kunt haken, dan kun je daar mooie bloemen op maken. Ik heb een tutorial van een roos. En toen die net stond, toen kreeg ik heel veel vragen over van, hé, maar volgens mij klopt niet wat je zegt met wat je doet. Nou, ik heb hem 4 keer nagekeken en volgens mij klopt het wel. De roos. Dus die kun je maken. Ik heb andere bloemen als tutorial die je kunt maken. Voor het Kaaps viooltje, daar maak ik groene blaadjes mee. Die kun je haken en dan kun je ook zo'n mooie krans maken. Ik heb zelfs een tutorial om een kunststof krans van piepschuim, om die te omhaken, zodat je niet zelf een krans hoeft te maken, maar dat je hem kunt omhaken en daar dan bloemen op doen. Dan krijg je echt, kun je zo mooi maken. Zo mooi als Evelien, dat weet ik niet, want die heeft hem wel heel erg mooi gemaakt, maar je weet het niet. Maar door die roos van Evelien, die krans, kwam ik op het idee
Je kunt er ook een hele mooie corsage mee maken. En dat was ook een verzoek om een mooie corsage die je kunt vastspelden. Nou, dat wil ik, daar wil ik dan dus een tutorial van gaan doen. En toen dacht ik, maar dat is mooi als set. Als je daar nou een hele set van kunt maken. Een corsage, een ring. Je kunt er een armband mee maken. Een haarspeld. Ik heb nu zo'n gladde diadeem in. Daar kun je ook van die bloemen op maken. Oorbellen. Ik ga dan grote oorbellen maken. Hè, want kleintjes, dat zie ik gewoon echt niet. Haaknaald 1,5 of zo. Dat zie ik gewoon niet. Dus ik maak ze groter. Maar ik laat wel zien hoe of dat je het kunt doen. En dan kun jij ze zo klein of zo groot maken als je zelf wil. Dus dat een sieradenset. Dat lijkt me zo ontzettend leuk. En ik weet, Jolanda die had gezegd dat ze dat zou gaan doen. Maar Jolanda die kan niet heel snel haken. Hè. Dus ook dat komt hoor. Maar dat heeft tijd nodig. En dan had ik een verzoek gekregen om dingen met vlinders te haken. En dat wil ik dolgraag, maar dat lukt me niet. Niet op de manier zoals ik het zou willen. Ik kan een hele makkelijke vlinder haken. Die vind je overal op YouTube. Dat is niet zo moeilijk. Maar ik zou dan juist weer een heel ingewikkelde vlinder willen maken en daar dan iets mee doen. Maar het lukt me niet om dat zelf te bedenken. Lukt me gewoon niet. Ik kan patronen nahaken. Ik heb op Pinterest heb ik patronen gevonden van vlinders. Dat kan ik makkelijk nahaken, maar die mag ik dus niet verspreiden. En dat doe ik dan dus ook niet. Ik kan eenvoudige vlinders haken die je ergens op vast kunt maken. Bijvoorbeeld op zo'n krans. Dat je mooie vlinders erop kunt maken. Maar echt bijvoorbeeld een vest met achter op je rug een grote vlinder en daar omheen gehaakt. Dat kan ik dus niet. Het lukt me niet. Wat ik wel kan proberen is een bestaande granny square uit de granny bijbel. Wat dus verzamelde grannies zijn die ik dan dus wel mag verspreiden. Om die te gaan verbouwen en dan een granny vlinder te maken. Net zoals ik die harte granny had gemaakt, dan een vlinder granny. Met een beetje fantasie kun je er dan wel een vlinder in zien. En dan kun je met die granny weer andere dingen maken. Dat kan ik wel doen. Dus ook dat wil ik gaan proberen. Was een verzoekje in april geloof ik al. En nu in mei ook weer. Dat wil ik echt gaan proberen. Dat ik daar kan gaan verbouwen. Dat je wel iets met vlinders krijgt. Maar niet iets met één hele grote, mooie, bijzondere vlinder. Zoals Irish Crochet. Ga maar zoeken op YouTube op Irish Crochet. Iers haken. Dat is zo mooi. Echt waar, dat is ongelooflijk. Maar dat is zo'n gespecialiseerde techniek. Dan zou ik daar een apart YouTube kanaal voor moeten maken. Dat past echt niet wat ik hier doe. Dat kan er niet tussen. Dat is zo mooi en zo bijzonder en zoveel mee mogelijk. Dat gaat me echt niet lukken. Maar wil je de uitdaging aan? Irish Crochet. En dan kun je vlinders maken? Nou, echt. Daar kun je puntje aan zuigen. Zeggen ze dan zo, hè? Om je vingers maar af te likken. Echt kwijlen. Zo mooi. Maar ja, daar kan ik dus echt niet in een tutorial doen. Dat lukt niet. En nou heb ik gisteren een granny square op YouTube gezet in de vorm van een ruit. En dat was verzoek van Mion. Ja, Mion heeft zoveel voor mij gedaan, dus dat is geen probleem. Dat doe ik. Dat was even gauw tussendoor. Dat heb ik gedaan voor Mion. Die wilde met ruiten een deken gaan haken. Maar je kunt ook gesloten ruiten granny's maken. Als je 3D wil haken met ruiten, dan kun je op YouTube filmpjes vinden dat ze dat met stokjes doen. Hè? Dan beginnen ze met 1 of 2 of 3 stokjes en dan meerderen ze in een ruit en dan wordt er weer geminderd. En door met kleuren te spelen kun je een 3D effect, dat je kubussen krijgt. Kun je daarmee doen. Maar dat aan elkaar naaien op die manier, dat vind ik echt zo lelijk. Ja, ik kan niet goed naaien, dat weet ik. En er zijn mensen die kunnen het perfect en die doen het dan ook met die ruit. Maar ik wil het op een makkelijke manier doen, zodat ik het ook kan doen. Dus ik ga ruiten haken met gesloten granny squares. En daar wil ik dan 3D mee haken.
Nou, 3D, wat ik net zei, dat is alleen maar spelen met kleuren. En dan moet je heel goed opletten op die kleuren, want zelfs tijdens het haken is het ontzettend verwarrend. Maar het effect, ha, geweldig, echt waar. En je hoeft het niet alleen voor deken te gebruiken natuurlijk. Je kunt er een trui mee maken, een tas mee maken, een kussenhoes mee maken. Een kleed, een tafelkleed kun je ermee maken. Verzin maar. Ik wil alleen het principe laten zien. En ik was bij mijn zoon en die heeft gevraagd of ik er een kussenhoes mee wil maken. Dus dat ga ik dan doen. Ik ga die ruiten haken in een granny, gesloten. Ik maak daar een tutorial van die ruiten sowieso. Net als wat ik met die grannies had gedaan, hè? Die open grannies, ruiten. En dat ga ik dan met dichten doen. En ik ga laten zien hoe of dat je daar dan 3D mee kan haken. En dat 3D haken komt dan in een nieuwe tutorial. Dat je in ieder geval die ruiten weet. En dat je daarna de kleur, het kleurenspel kunt leren. Net als bij die zomerjurk, weet je wel, kreeg ik ook een vraag op YouTube van hoe kan ik nou een jurk maken als je het begin niet eens laat zien? En toen was er iemand anders die had geantwoord, al voor mij gelukkig, van daar is een aparte tutorial voor. En dat had Von ook gezegd. Nou, dat klopt. In de afspeellijst Granny staat de Granny Belgisch kant. En daar heb ik dus het begin van de jurk mee gemaakt. En ik ging ervan uit dat iemand die jurk kan haken, ook die granny kan haken en weet hoe je ze aan elkaar moet haken. Want dat is toch wel heel simpel als je zo'n ingewikkelde jurk gaat maken. Dat vond ik. Dus op zo'n manier. En als het te moeilijk blijkt, ja, dan echt mijn excuses dat ik daar niet aan gedacht heb. Maar als het te moeilijk is om zo'n granny te haken, dan weet ik niet of dat je de rest van de jurk ook gaat lukken. Dus ja, probeer het. Die jurk, deze zomer maak ik er niet nog zo een hoor. Echt niet, dat zei ik in de tutorial ook. Hè. Ik ga een jurk bedenken voor het najaar, voor de winter, zoiets. En dan komt er weer een jurk. Maar dan voor dat jaargetij. En zo wil ik dan de collectie uitbreiden. Net als mijn collectie met truien, weet je wel. En met vesten, gewoon iedere keer weer één erbij. En dat brengt mij op het volgende. Ik leg mijn speakbrief weg, want alles wat ik wou zeggen, heb ik gezegd. En alles wat ik nu ga zeggen, komt spontaan in me op. Dus ik had op YouTube, kan ik kijken welke video's het meest bekeken worden. En dan niet qua aantal. Zo, ik heb er een paar die hebben echt 10.000 views. Maar ik kan kijken welke de afgelopen weken het meest bekeken worden. En dat vind ik heel verwarrend eigenlijk. Want jullie kunnen verzoekjes indienen. En dan kunnen jullie vragen wat jullie willen haken. Maar eigenlijk volgens mij, als ik me zo uit mijn bolle hoofd herinner, zijn er geen verzoekjes voor omslagdoeken. Terwijl als ik kijk wat er het meest bekeken wordt de afgelopen periode, de afgelopen maand, dan zijn dat de omslagdoeken en poncho's. Die worden het meest bekeken. En daar zijn geen verzoekjes voor. Dat vind ik zo grappig. Heb ik er dan genoeg? Moet er nog een bij komen? Ik weet het niet. Ik weet het echt niet. Ik heb wel weer een idee voor een poncho. En voor een eerder een omslagdoek. Daar heb ik een idee voor. Daar ben ik ook mee aan het prutsen geweest. Als het toch weer herrie was en ik kon toch niet filmen, zat ik te prutsen. Heb ik een omslagdoek bedacht. En ja, ik vind hem prachtig. Maar is dat dan nodig? Want dus, ik heb er heel veel. Er zijn geen verzoekjes voor, maar ze worden wel als meest bekeken. Dus ja, daar zit ik een beetje over. Van wat zal ik doen? Zal ik hem doen? Zal ik hem niet doen? Ik ga gewoon eerst die sjaal haken waar ik mee bezig ben. Dat is echt een heidens karwei. Maar zo leuk. Dus daar ga ik mee verder. En als die af is, dan ga ik een tutorial maken. Maar ik heb hem nu ontzettend lang. Hij is ruim 2 meter lang, zodat ik hem heerlijk om kan slaan en zo knopen. Dus voor de tutorial maak ik hem een stuk kleiner. Dan is hij eerder klaar. Maar dan weet je ook wel hoe je hem groter moet maken. Dat vertel ik dan ook en zo. En dat vest ga ik maken. En ik ga met die sieraden set aan de gang en zo. En dus die omslag doe ik misschien in het najaar of zo. Ik weet het niet. Maar dat vond ik echt heel verwarrend. Van hoe zit dat nou? Het wordt niet gevraagd, maar wel het meest bekeken. Het vaakst bekeken in deze maand. En vorige maand. En de maand ervoor. Continu die omslagdoeken, die worden het meest bekeken. Met de poncho's. En ja, dat vond ik heel grappig.
En volgens mij ben ik er. Heb ik alles verteld wat ik wou vertellen dit vlog. Ja, nou ja, bij mijn zoon, ik heb het ontzettend naar mijn zin gehad. Het was geweldig. Het weer viel eigenlijk. Ja, aan de ene kant heel erg tegen en aan de andere kant heel erg mee. Want er was gezegd dat er heel veel buien zouden zijn en dat het koud zou zijn en noem maar op. Maar dat viel hartstikke mee. Het was wel frisjes. Ik heb mijn jas aan gehad. Maar we hebben wel heerlijk op terrasjes koffie gedronken. We hebben door de stad gedwaald. Ik kreeg nog een moederdag cadeau van hem. We zijn naar een wolwinkel geweest. Oh, die wolwinkel. Ik heb daar wol gezien. Ik heb het in een vlog gehad over dure wol en goedkope wol. Hè. Nou, echt, ik was verbijsterd. Ik had dit nog nooit gezien. Dat was wol, dat was zijde. Zo mooi, zo zacht en zo dun. Waren bolletjes van 25 gram. En op het label van het bolletje stond dat je met 3 bolletjes een trui kon haken. Dan heb je dus een trui van 75 gram. Nou, dan denk ik van oké, dat is misschien maatje 40 of zo. Nou, ik heb toch nog iets groter, dus laat ik 4 bolletjes nemen. Maar dan heb je dus een trui van 100 gram. Dat is niks. Dat weegt niks. Dan heb je niks aan. Dat voel je niet. En mooi en zacht en glad en oh, echt. Maar ja, toen zag ik de prijs, want ik duik eerst in zo'n kast van wat vind ik mooi, weet je wel. En dan pluk ik het eruit en dan voel ik en dan, oh, nou ja. En toen zag ik de prijs. 25 euro per bolletje. Nou ja, een zeemanbol is 100 gram voor 1 euro. Nou is dat niet te vergelijken natuurlijk, maar 100 gram van die wol is dus 100 euro. Dat voor mij is dat wol die ik dan, als ik echt de staatsloterij gewonnen heb, dan koop ik die 4 bolletjes, want dan denk ik van, oh, die moet ik hebben. En dan leg ik ze heel voorzichtig in mijn kast. Boven, niet beneden, dat de katten ermee kunnen spelen, maar echt boven op mijn slaapkamer, een speciaal plekje in mijn kast. Misschien, ik heb ook nog een kast met ruitjes ervoor. Echt zo'n ouderwets theekastje uit oma's tijd, weet je wel, donkerbruin met van het glas ervoor en zo. Dan denk ik dat ik ze daar inleg. En dan af en toe haal ik ze eruit en dan knuffel ik met zo'n bolletje. Maar dan durf ik er niet mee te haken. Want dat is zonde. Nee, die moet je gewoon bewaren. Daar moet je naar kijken. Nou ja, zulke soort wol was dat. Echt, dat is echt, nou ja, dat ongelooflijk. Maar ik heb dus van mijn zoon heb ik katoen gekregen. Echt heel mooi, roestbruin. En ook uit die winkel, dus dat was ook duur. Dat was 5 euro voor 50 gram. Maar ik heb genoeg gekregen om daar een heerlijke, ja, zomertrui-achtig iets. Herfst, het zal een herfsttrui worden. Die maak ik mee met grannies. Daar ben ik dus mee bezig. Maar dat duurt dus weer een poosje. Omdat ik ook al die andere dingen tussendoor doe. Maar ja, bij mijn zoon, bij Bart, moest ik daar dus aan gaan beginnen. Hè. Nieuwe wol, dat kun je niet laten liggen. Daar moet je mee haken. Dus ik heb een granny bedacht. En daar maak ik dan zo'n trui. Met heel veel gaten erin. Dat je hem echt lekker shirt eronder. Of alleen een bikini of badpak eronder. Dat je hem daar overheen draagt. Ja, ik vind hem prachtig worden. Echt waar. En ja, wat ik eerst had met kleuren. Hè, ik snap niet hoe of dat komt. Want ik kijk nooit naar modekleuren. Ik weet niet wat in de mode is. Dat weet ik gewoon echt niet. Maar roze is nog steeds mijn lievelingskleur. En daar haak ik heel veel mee. Allemaal roze tinten. Van roze tot paars. Alles ertussenin. Dat vind ik prachtig. Ook als je ze combineert en zo. Echt geweldig. Maar de laatste tijd neig ik naar bruin. Allemaal bruin tinten. Die Katia, die Sweet Home, weet je wel, dat zijn bruin tinten. De katoen wat ik van mijn zoon gehad heb, hij heeft het niet uitgezocht, heb ik zelf uitgezocht. Nou, roestbruin. Ik vind het prachtig. In winkels, ik kijk naar bruin. Het gemêleerde bruin van de Zeeman, prachtig. Bij de Vibra hebben ze die eurobollen, lichtbruin, donkerbruin. Ik weet niet hoe het komt. Wordt dat mode van de winter? Ga ik een modetrend zetten met mijn bruine tinten? Ik weet het niet. Maar ik ga er wel heel veel mee haken. Dus ik weet het niet. Ik stap echt niet van mijn roze af hoor. Want roze blijft. Dat echt
vind het fantastisch. Het nieuwe logo van Tim, weet je wel. Roze, roze tint. Prachtig. En dat blijft maar. Ja, er komen ook bruin tinten. En ja, grijs en geel, dat heb ik ook allemaal. Daar ga ik ook mee haken. Ik zit te denken aan welke kleur ik dat raglanvest mee ga maken. Ik heb die... Dat garen gekocht toen in Franeker, weet je wel, waar die foto van op Facebook stond. Ik denk dat ik het daarmee ga doen. En ik weet, jullie hebben niet allemaal dat garen. Dat weet ik. Maar het is zo vergelijkbaar met het garen wat je bij Xenos koopt. En bij Kruidvat. En bij Hema. En bij Zeeman. En bij Action. En daar lijkt het heel erg veel op. Dus het is alleen dat ik dat garen heb liggen en niet apart ervoor hoef te kopen. Want wat ik niet aan wol uitgeef voor tutorial, dat kan ik dus uitgeven voor de weggeefactie. Hè? En dan spaar ik ook weer dat ik over een jaar weer zo'n duur cadeau voor mezelf heb. Oh, geweldig. Maar ik zit nu volgens mij alweer een uur, in vijf kwartier en een uur te kletsen. En ik moet er echt een eind aan gaan breien. Ik krijg dorst, ik wil koffie, ik heb zin in een sigaret, dat ga ik doen. Lekker koekje erbij, ik heb heerlijke koekjes staan, dus daar wordt het ook weer tijd voor. En ik moet mijn man aan het werk gaan zetten, want die moet dus dit vlog in elkaar gaan knutselen met het oude logo. En dat hij het nieuwe logo erin zet. En nou ja, dat moet hij ook allemaal gaan doen. En ik wil toch echt, Wiebe. Wiebe, ja echt, lieve schat. Ik lijkt me zo leuk om een door jou gecomponeerd muziekje erbij te hebben. Please. Helpt dat als ik het zo vraag? Het is een grapje hoor. Dat heeft ze tijd nodig. Hij kan het, ik weet het zeker. Hij componeert zelf muziek voor gitaar. En nou ja, daar kan hij echt iets moois mee maken. Maar ja, daar moet je dus echt voor in de stemming zijn. En ik snap dat wel. Komt wel goed. Ooit. Voorlopig doen we het met het nieuwe logo en het oude muziekje. En dat nieuwe logo blijft om je jong. Je hoeft over 3 maanden niet weer een nieuwe deken te haken. Dit nieuwe logo blijft. Dit is echt Vonnis Creaties. Een heel mooi hart van bolle wol. Een hart van de liefde voor het haken, de liefde voor het delen. Noem maar op, het hart. En dan roze, omdat roze is mijn lievelingskleur. En Tim heeft dat zo goed bedacht. Daar ben ik echt, ja, geweldig cadeau. Nogmaals. Dus ik wens jullie een hele fijne haakweek. Ik ga mijn best doen tussen het lawaai door. En ik zie jullie heel graag volgende week weer terug. Jullie zien mij volgende. Ik zie jullie niet, hè. Ik kijk naar mezelf. Hebben jullie daar wel eens erg in gehad? Dat ik niet echt naar jullie kijk, maar dat ik gewoon naar mezelf in een schermpje zit te kijken. Ik praat tegen mezelf. Volgens mij, ja, dat is hartstikke raar. Maar ik ben een raar mens. Maar ja, al jaren, komt niet goed. Blijft zo. Ik ben wie ik ben en ik hou het zo. En ik wens jullie een geweldige haakweek. En dan zien jullie mij volgende week weer terug in een vlog. En de komende week hopelijk weer in tutorials. Heel veel plezier met jullie cadeautjes van de weggeefactie. Wie waren het? De loodjes. Ik weet, Joke, die zit in de tas. Even kijken hoor, nog één keer voor de herhaling. Hè? Voor als je... kijk, waar is het loodje van Joke? Dit is het loodje van Joke. Joke Schuurman Nagel. Jij krijgt de allerlaatste tas. Het is ook maar de tweede, maar het is de laatste. Met het oude logo. Zou je nog op zijn. Joke Schuurman Nagel. Die krijg jij gevuld met wol, hebben dingetjes. Gewoon leuk om mee te haken, om te versieren. Noem maar op. En dan heb ik hier al een beetje verkreukeld. Wat erg. Petra Popma. Voor jou ga ik ook een pakket maken. Ik weet nog niet wat erin zit. Ja, ook wol en hebben dingetjes, maar ik weet nog niet precies wat. En als laatste, Annelies Venema Veldman. Ook jij krijgt dus een verrassingspakket. vonniscreaties@gmail.com. Stuur daar je naam en je adres naartoe en dan komt het pakket zo snel mogelijk jouw kant op. Dus, voor de allerlaatste keer. Ik moet er nu echt een eind aan gaan breien. Ik moet er echt een eind aan gaan haken. Heel veel haakplezier van de week en graag tot de volgende vlog en tutorial. Groeten!